We gaan verder met de redenvoeringen van Zarathustra en we zijn aanbeland bij over de deugden en de vreugden. Nu, ik zou heel graag, voordat we aan die tekst beginnen, u een sleutel willen geven die u kan gebruiken om de tekst te begrijpen. En de sleutel daarvan is het perspectivisme van Nietzsche. Nu, een perspectief wordt heel vaak bekeken als een invalshoek. Je kijkt vanuit een bepaald standpunt naar iets. Dat is al een heel interessante aanhef. Maar het valt niet samen met wat Nietzsche onder perspectivisme verstaat. Zoals gewoonlijk moet ik u er natuurlijk op wijzen dat er heel veel discussie is over dat perspectivisme en hoe dat Nietzsche dat begrijpt. Maar mijn hypothese is dat het perspectivisme in feite een samengaan is van een aantal factoren. In eerste instantie gaat het over de waarnemer, diegene die letterlijk in het leven staat. Ten tweede, datgene wat wordt waargenomen. En het proces van het waarnemen zelf. De interactie tussen die drie, wat heel sterk aanleunt bij het fenomenologische programma van de filosofie, de interactie tussen die drie bepaalt het perspectief. Dus op het ogenblik dat je naar die pen kijkt, dan ontstaat er interactie tussen drie polen. Enerzijds ik uiteraard, ten tweede die pen op zich, maar tegelijkertijd het proces van het waarnemen. En op die manier krijg je een beeld van de werkelijkheid, een perspectiefisch beeld van de werkelijkheid, dat telkens nieuw is, dat uniek is, dat gegenereerd moet worden. Ik ga een voorbeeld geven om het te illustreren. Veronderstel, je staat op een balkon en je kijkt over de stad. Dan zou je kunnen zeggen, als je dat op maandag doet, dan zal het hetzelfde zijn dan wanneer je dat op dinsdag doet, rond hetzelfde uur. Ik bedoel, je kijkt gewoon naar diezelfde stad, je staat op hetzelfde balkon. Maar toch zijn er een aantal factoren die kunnen verschillen. Uiterlijke factoren zoals het weer bijvoorbeeld. Hè? Maar ook innerlijke factoren, hoe dat je je voelt, wat je op dat moment doormaakt, wie je bent op dat eigenste moment. Dat zorgt ervoor dat die waarneming toch heel specifiek en uniek wordt. Nu, Nietzsche reageert met zijn perspectivisme vooral tegen verabsoluteerde dingen. God is daar het voorbeeld bij uitstek van. Wanneer je zegt, God is per definitie almachtig en al goed, dan lijn je God af. Dan zeg je, God is dat. En het is niks anders dan dat. Maar wanneer je God in een perspectiefisch kader plaatst, dan ga je God telkens opnieuw moeten leren kennen. Elke moment wanneer je met God in interactie treedt. Net wanneer je naar buiten gaat en je kijkt naar je omgeving, of je interageert met je omgeving, is dat telkens een unieke ervaring. Je werkt misschien al 10 jaar samen met dezelfde collega's en toch ga je elke keer als je op je werk komt, ga je een nieuwe ervaring hebben, iets uniek. Er zullen sowieso wel zaken zijn die hetzelfde zijn en hetzelfde blijven. Er zal dus met andere woorden een voldoende gemene deler zijn om van de waarheid te kunnen spreken die nodig is om te kunnen leven. Maar tegelijkertijd blijft er nog altijd iets onaf, iets unieks, iets nieuws dat je moet ontdekken. Dat perspectivisme zal Nietzsche gebruiken in de tekst over de deugden. Het tweede wat je moet weten is dat Nietzsche op geen enkele manier een probleem heeft met die deugden op zich. Dus moed, hoop, vriendelijkheid, wellevendheid, al dat soort van zaken die als een deugd kan omschrijven, aan zich heeft hij daar geen probleem mee. Waar hij wel een probleem mee heeft, is dat die deugden, dat die op zich verabsoluteerd worden, of dat die worden opgelegd vanuit een werkelijkheid buiten de mens. Zeker wanneer die werkelijkheid niet blijkt te bestaan. Dat die bijvoorbeeld worden opgelegd door een God die er niet is. Denk eraan, God is dood. En op het ogenblik dat er een verabsoluteerde werkelijkheid is, die deugden oplegt, waar niets kan aan veranderd worden, deugden die als statische, monolithische blokken op uw leven, die niet dynamisch zijn, die niet cultureel kunnen ondervraagd worden, die niet temporeel kunnen ondervraagd worden, op dat eigenste ogenblik blijven die deugden of worden die deugden eerder een gevaar dan wanneer dat ze iets positiefs kunnen opleveren. Ik lees samen met u over de deugden en de vreugden. Broeder, als u een deugd hebt, en als dat uw deugd is, dan hebt u die met niemand gemeen.
Natuurlijk. U wilt haar bij de naam noemen en liefkozen. U wilt haar aan de oren trekken en met haar spelen. En zie, nu hebt u haar naam gemeen met het volk en u bent uw volk en kudde geworden met uw deugd. Met andere woorden, als je bijvoorbeeld twee mensen hebt die moedig zijn, uiteraard delen die de idee van moedig zijn, die delen die deugd. Maar de deugd van moed bij persoon A is toch een andere deugd dan bij persoon B. Want het moedig zijn van persoon A is een resultaat van een leven van persoon A dat een veelheid in zich houdt. Niet alleen een karakter, niet alleen een aanleg, maar ook dingen die die persoon heeft meegemaakt. De situatie waarin hij zich bevindt, het perspectief waarin hij zich bevindt, is wellicht anders dan B. Dat kan niet anders. Niemand leeft identieke levens. En dus met andere woorden, je hebt geen gemeenschappelijke deugd. Ik bedoel, je deelt dat niet. Je hebt geen afgewerkt pakket dat zowel bij A als bij B zit. Maar oppassen dat je hier niet tot de verleiding komt om te zeggen, ah, dus met andere woorden, persoon A heeft bijvoorbeeld een reeks deugden, persoon B heeft een andere reeks deugden en die kan nooit gemeenschappelijk zijn. Daar gaat het niet specifiek over. Waar het wel over gaat, is dat op het ogenblik dat je die deugd benoemt, dan ga je die deugd in een hok plaatsen. Door iets te benoemen, creëer je een bepaalde macht over iets. Ik ga een voorbeeld geven. Veronderstel dat je iemand tegenkomt en die vertelt over zijn of haar leven en die zegt, ja, ik ervaar dat zo en ik bekijk dat zo, maar ik ben helemaal niet spiritueel of zo, hè? Dat wil ik niet zeggen. Als je dan soms hoort dat mensen dat willen vermijden, omdat juist het kleven van het etiket spiritueel misschien op dat moment de idee geeft dat ze misschien zeer zweverig in het leven staan, dat ze ver weg van de realiteit staan. Ze willen niet geconfronteerd worden met dat etiket. Net zoals iemand zegt van, ja, ik geloof wel in God, maar. Of ik ben een christen, maar. En men relativeert dat juist om te ontsnappen aan het etiket. En waarom wil men ontsnappen aan het etiket? Omdat wanneer het gekleefd wordt, is het te laat. Dan wordt het als een afgewerkt product bekeken, dan is er geen dynamiek meer mogelijk, dan is het zoals het is en kan er niets aan veranderd worden. En dan, als je dat doet, dan plaatst je jezelf, en dat is een belangrijke term bij Nietzsche, plaatst je jezelf bij de kudde. Nu, de kudde, dat is een zeer omstreden begrip in de Nietzscheaanse filosofie en je vindt dat zeker in de genealogie van de moraal terug. En in die kudde, daar zit een, je mag niet zomaar denken dat dat per definitie mensen zijn die in een lagere sociale klasse zouden leven. Ik heb een hekel aan dat idee van sociale klasse, maar u stelt er zich wellicht iets bij voor. Maar je kan in een kudde zitten, zelfs wanneer je maatschappelijk blijkt aan de top te staan, bij wijze van spreken. Dus je plaatst jezelf in de kudde op het ogenblik dat je gewoon meehuilt met de wolven in het bos, dat je geen vrije geest bent. Denk aan wat ik in de vorige video heb verteld, de vrije geest is diegene die zich kan loskoppelen van die verabsoluteerde zaken. Dus op het ogenblik dat je je deugd benoemt, dreigt die deugd vastgezet te worden. Dreigt die deugd te ontsnappen aan elke vorm van dynamiek, van elke vorm van ondervraging. Plaats je jezelf in de kudde. De kudde is diegene die niet vrij denkt, die niet in staat is om scheppend boven zichzelf uit te keren. En dan zitten we terug in wat we ervoor hebben besproken. Dat is niet het pad van de ubermensch. U kunt beter zeggen onuitsprekelijk en naamloos is dat wat de kwelling en de zoetheid van mijn ziel is. En zelfs de honger van mijn ingewanden. Dus er is wel iets, we gaan dat niet benoemen, met moed, vriendelijkheid, met hoop en dat soort van zaken. En die deugd die je dan in jezelf hebt, die is het resultaat niet van iets dat boven op u wordt opgelegd, maar resultaat van een chaos in jezelf. Je moet de chaos omarmen om de dansende ster te kunnen laten geboren worden. Een heel bekende Nietzscheaanse quote, hè? Dus er is chaos, er is oorlog in jezelf, er is teleurstelling, er is hoop, er zijn positieve momenten. En dat alles creëert een bepaalde deugd in jezelf. Het is niet een of andere God die dat van buitenaf op jou toelegt.
Laat uw deugd te hoog zijn voor de vertrouwelijkheid van de namen. En als u er dan al over moet spreken, schaam u dan niet erover te stamelen. Spreek en stamel dan: dit is het goede van mij, dit heb ik lief, zo bevalt het mij volkomen, alleen zo wil ik het goede. Ik wil het niet als de wet van een God, ik wil het niet als een mensenbepaling en behoefte, laat het geen wegwijzer zijn naar bovenaarders en paradijzen. Dus met andere woorden, de deugd is niet iets dat opgelegd wordt door een God, is niet iets dat per definitie vanuit de maatschappelijke consensus wordt opgelegd. Het is ook niet iets dat u moet wijzen naar een andere wereld. Het is niet iets dat u naar een paradijs brengt. Het is zelfs belangrijk om te beseffen dat Nietzsche hier ook de samenleving en de gedeelde ideeën in die samenleving in vraag durft stellen. Het is niet omdat iets deugdzaam is in de ogen van de samenleving, dat het daarom een deugd is die je moet omarmen. De ubermensch zal met andere woorden het leven moeten overwinnen en telkens opnieuw, gedachte van de eeuwige terugkeer, de deugd in vraag stellen. Ja? Een aardse deugd is het die ik lief heb. Er zit weinig wijsheid in en al helemaal niet het verstand van iedereen. Met andere woorden, die deugd is niet datgene dat door iedereen zomaar gedeeld wordt als een maatschappelijk consensus. Maar deze vogel heeft bij mij zijn nest gebouwd, daarom heb ik hem lief en druk ik hem aan mijn hart. Nu zit hij bij mij op zijn gouden eieren. Zo moet u stamelen en uw deugd prijzen. Eens had u hartstochten en die noemde u kwaad, maar nu hebt u alleen uw deugden nog maar. Die zijn uit uw hartstochten voorgekomen. Dus hier gaat Zarathustra over naar de zoektocht van waar komen die deugden. En misschien kan ik u even de filosofie van David Hume in gedachten laten brengen, waar Hume zegt dat moraal ook ontstaat vanuit de passies. Met andere woorden, van het irrationele idee van de mens. En hier opnieuw de hartstochten, de passies liggen aan de basis van de deugden. Vaak worden in de filosofie worden die passies eerder negatief bekeken, omdat ze irrationeel zijn, je kan er niet op bouwen, ze zijn niet doordacht, het zijn dingen die spontaan gebeuren, die snel kunnen verdwijnen. En toch zal Zarathustra hier de passies of de hartstochten als de basis van de deugd bekijken. U hebt uw hoogste doel aan die hartstochten toevertrouwd. Daar zijn het uw deugden en vreugden geworden. Met andere woorden, die passies liggen echt wel aan de basis van je levensproject. En of u nu uit het geslacht van de driften kwam, of uit dat van de wellustigen, of de geloofsduchtigen, of de wraakzuchtigen, ten slotte zijn al uw hartstochten deugden geworden en al uw duivels engelen. Eens had u wilde honden in uw kelder, maar uiteindelijk veranderden die in vogels en liefelijke zangeressen. Van uw giffen brouwde u balsem, uw molk, uw koe, ellende, nu drinkt u de zoete melk van haar uier. Met andere woorden, Zarathustra wijst erop dat uit die chaos van die passies, van al die dingen die je voelt, die gevoelens die je hebt, dat daar toch iets kan komen dat standvastigheid biedt. Dus hij zal zeker niet de idee gaan verdedigen dat een deugd iets is dat heel los is, dat je zomaar kan laten verdwijnen. Nee, de deugden, daar kan je echt wel op bouwen. Hoop is een fundament. Maar waar die hoop vandaan komt, dat is misschien veel meer drijfstand dan dat je misschien voor jezelf wil toegeven. En vaak ook het gevolg van ellende. Het is toch ook heel vaak een visie die mensen hebben op lijden, wanneer zij zeggen dat vanuit het lijden dat je bepaalde levenslessen leert. Hier vanuit dat lijden ontstaat ook de deugd. Broeder, als u geluk hebt, dan hebt u één deugd en niet meer. Dan loopt u lichter over de brug. Hier ga je moeten opletten dat de deugden niet zodanig in aantal toenemen dat ze mensen geen plaats meer geven om te falen of om af te zijn.
Dus je moet niet proberen om per definitie volmaakt te zijn. Denk aan wat Jezus zegt aan de rijke jonge man. U wilt volmaakt zijn, hè? Waarom wilt u nu volmaakt zijn? Probeer gewoon zo goed mogelijk te leven, de geboden te onderhouden. Dat volmaakt zijn, gaat als een zwaarte op uw leven. En dat gaat ervoor zorgen dat je niet in staat bent om lichtvoetig over die brug te stappen. Wees mild voor uzelf. Durf te erkennen dat je mens bent, dat je daarom ook onaf bent. En dus is het misschien wel interessant dat je schaars bent in de deugden. Durf erkennen dat bepaalde zaken niet uw ding zijn. Dat je bijvoorbeeld niet iemand bent die ten volle hoopvol kan zijn. Dat je soms eerder de neiging hebt tot pessimisme, bijvoorbeeld. Dat wil niet zeggen dat je er niet moet aan werken. Want denk eraan dat een van de eigenschappen van de nieuwe mens, of van de nieuwe filosoof liever, juist diegene is die scheppend kan zijn. De Übermensch is ook diegene die scheppend kan zijn. Dus het ontslaat u natuurlijk niet van het fine-tunen. Uitmuntend is het om veel deugden te hebben, maar een zwaar lot. Dus het is een zwaar lot. Denk aan de problematiek van de zwaarte. Nietzsche heeft als, of liever Zarathustra, heeft als vijand nummer 1 de geest van de zwaarte, die er eigenlijk voor zorgt dat je niet in staat bent om te leven. En menigeen ging de woestijn in en doodde zichzelf omdat hij het moe was, veldslag en slagveld van de deugden te zijn. Met andere woorden, door een te zwaar leven van jezelf te eisen, door een te volmaakt leven van jezelf te eisen, ga je in een woestijn terechtkomen. En die woestijn staat bij Nietzsche symbool voor nihilisme. Het is een plaats waar dat je gaat om dingen af te breken en tot op een niveau dat je ze terug kan opbouwen. Denk aan het volk van Israël dat 40 jaar lang door de woestijn moet wandelen vooraleer ze naar het beloofde land kunnen gaan. Die woestijnervaring is absoluut nodig. Er moet een bepaalde vorm van herbronning, introspectie, verrijking, herscholing, fine-tuning zijn, voor je in staat bent om de stap te zetten naar het beloofde land. In de woestijn blijven is een volstrekt nihilisme natuurlijk. Broeder, zijn oorlog en veldslag kwaad? Maar noodzakelijk is dat kwaad. Dus je moet het doormaken. Je moet door die chaos om die dansende ster te laten geboren worden. Noodzakelijk zijn de onderlinge jaloezie en het wantrouwen en de laster van uw deugden. Dus het is noodzakelijk dat die deugden soms eens in conflict komen, dat je voelt dat je ergens niet kan voldoen, dat je ergens niet aan kan. Dat is belangrijk dat je dat voelt. Zie hoe elk van uw deugden het hoogste begeert. Ze wil uw hele geest als haar heraut. Ze wil al uw kracht in toorn, haat en liefde. Jaloers is elke deugd op andere deugden en jaloezie is iets vreselijks. Met andere woorden, er zijn misschien, om een voorbeeld te geven, 10 deugden. En die willen eigenlijk allemaal uw leven beheersen. Die willen aan de top staan, die willen het uitmuntend zijn, die willen de leidraad zijn van je leven. En die zijn jaloers, want die willen allemaal op die eerste plaats komen te staan, hè? En als je die jaloezie, als je die niet kunt counteren door bijvoorbeeld te zeggen, ja, ik ga mild zijn ten opzichte van mezelf, dan riskeer je een zwaarte op jezelf te laden die je niet meer in staat stelt om het leven te omarmen. Wie omringd wordt door de vlam van de jaloezie, die richt uiteindelijk, zoals de schorpioen, de giftige angel tegen zichzelf. Dus met andere woorden, als je daar blijft in volharden, als je maar wil volmaakt zijn zoals de rijke jonge man bij Jezus, dan ga je op een bepaald moment, zoals een schorpioen, de angel tot jezelf richten. Dan is er een gigantisch risico op ressentiment en wrok en wraak tegenover het leven. Ik wil even in herinnering brengen dat de definitie van het ressentiment juist datgene is, die wrok en wraak die je voelt, omdat je een bepaald type leven niet kan leiden. Dus het ressentiment kan ontstaan op het moment dat je voelt dat je misschien niet aan al die deugden kan voldoen. En dat ressentiment is een gif dat je jezelf injecteert. Ach broeder, hebt u nooit gezien hoe een deugd zichzelf belasterde en doodstak? De mens is iets wat overwonnen moet worden.
En daarom moet u uw deugden lief hebben, want u zult eraan te gronde gaan. Zo sprak Zarathustra. Dit is een interessante stelling. Hè? Dus om te beginnen moet de mens overwonnen worden. Dus je mag niet berusten in iets statisch. Iets statisch kan verabsoluteerd worden. Iets verabsoluteerd, dat verabsoluteerd wordt, kan als een monolithisch blok op jou drukken. Kan ervoor in staat stellen dat het leven echt volledig verknocht, versmacht wordt. Hè? Dus het is belangrijk dat je blijft overwinnen. Hoe kan je dat overwinnen? Door je deugden lief te hebben. Met andere woorden, de deugden zijn wel degelijk belangrijk. Maar het zijn diezelfde deugden die je ten gronde gaan richten op het ogenblik dat je niet in staat bent om jezelf die ruimte te gunnen om mens te zijn, om onaf te zijn, om te kunnen evolueren. Dus het is een beetje zoals een medicijn. Een medicijn is in die zin noodzakelijk om te genezen. Denk aan de problematiek van het genezen, waar Nietzsche heel sterk op wijst als hij in de vrolijke wetenschap bijvoorbeeld spreekt. Dus het leven is een bepaalde vorm van genezen, van slechte ideeën, slechte invalshoeken. Dat fine-tunen van je leven kan je zien als een vorm van genezen. En dus die deugden die moet je lief hebben, die helpen je daarin. Ze zullen je te gronde richten. Wat eigenlijk zeer fataal kan zijn als je niet meer kan rechtstaan, maar tegelijkertijd ook noodzakelijk. Iedereen moet door die woestijn voordat hij het beloofde land in kan gaan. En dat zijn de woorden van Zarathustra.